Hallo, mijn naam is Amber Veuskens en ik kom vandaag reporter spelen voor welovemisses.be. Naast mij staat Skelte Willems, Mr. Gay Vlaanderen 2015. Goedenavond, Skelte. We zijn hier in de Stad Schouwburg in Leuven voor het Holibi Festival. Ben je blij hier te zijn? Absoluut, ik ben zeer vereerd dat ik hier vandaag mag aanwezig zijn. Uiteraard zijn wij als met de organisatie Mr. Gay Vlaanderen ook aanwezig op dit soort evenementen. En dat doet deugd dat om te kijken dat er zoveel vrijwilligers ook van deze organisatie en zoveel mensen eigenlijk opkomen voor dit event toch wel te komen bekijken. Dus ik ben wel zeer blij met mijn aanwezigheid hier. Vind je dit een goed initiatief van de organisatie om zo een Holibi Festival te organiseren? Ik hoop uiteraard dat het binnen een paar jaar niet meer nodig is, dat het eigenlijk gewoon een filmfestival wordt. Dat zou eigenlijk het belangrijkste zijn. Maar ik vind het wel leuk om de aanwezige Holibi-films op dit moment en de nieuwkomende, om die allemaal samen te smijten in één festival. Ik vind dat wel super. Dus ik vind het een heel mooi initiatief en ik hoop dat er nog vele jaren mogen bijkomen in filmfestivalconcept, maar niet per se daarvoor het Holibi-filmfestival. Oké, dit is natuurlijk niet de enige dag. Zullen we jou nog zien op het Holibi Festival en wanneer zullen we jou zien? Ja, absoluut. Nu maandag ga ik aanwezig zijn op de Imitation Game. Dat is een waar gebeurd verhaal over verborgen homoseksualiteit. Dus daar kijk ik heel hard naar uit om de film op te volgen en daar dan aanwezig te zijn en een kijkje te nemen en dan ook mijn mening daarover te kunnen vellen. Kan je ons iets meer informatie geven over het Holibi Film Festival? Bijvoorbeeld tot wanneer dat het nog duurt en is het enkel hier of kunnen we nog naar ergens anders gaan voor deze films te bekijken? Ja, het loopt tot 28 november, dus nog een 2 weken en een half dat het aan de gang is. En het is over heel Vlaams-Brabant in de verschillende cinemacentra dat ze eigenlijk de films gaan afspelen in verband met de Holibi Film Festival. Nu Skelte, jouw verhaal stopt natuurlijk niet bij het Holibi Film Festival. Je bent al een half jaar Mr. Gay Vlaanderen. Daar volgt natuurlijk de internationale wedstrijd Mr. Gay World op in Malta binnenkort. Hoe ben je je daarop aan het voorbereiden? Ik ben volop naar de fitness aan het gaan, dus ik ben wel mijn lichaam intact aan het houden. Maar daarnaast ben ik toch wel mijn campagne een beetje in het Engelse taal aan het bekijken van hoe ik dat het beste kan overbrengen in de Engelse taal, aangezien het toch wel met alle wereldlanden daar aanwezig gaan zijn. Dus ook ben aan het kijken hoe ver staat de wetgeving in andere landen, hoe staan ze daar qua mentaliteit gewoon tegenover. Dus daar ga ik me vooral op toespitsen, dat ik mijn onderwerp holibi-ouderschap op wereldniveau eigenlijk daar op tafel kan leggen en kijken wat daar de reacties op gaan zijn daar op die verkiezing. Nu, een internationale verkiezing, dat is niet niets. Wat verwacht je van je medekandidaten en de internationale organisatie zelf? Ik ga zonder verwachtingen naar daar gaan. Ik ben vooral heel benieuwd naar wie er allemaal de Mr. Gay van de bepaalde landen gaan zijn. Dus ik wil kijken waar hun zoektocht naartoe gegaan is, voor welke persoonlijkheden. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En ja, dat zijn meer dan 30 landen. Dus ik ga zonder verwachtingen naar daar wel hopelijk heel veel vrienden aan overhouden en de unieke ervaring die ik er aan ga overhouden. Nu, Mr. Gay World, daar stopt jouw campagne niet. Je bent al een half jaar campagne aan het voeren. Is er iets waar je specifiek op gericht hebt om toch wel een beetje bij ons, bij de gewone mensen naar buiten te brengen, duidelijk te maken? Ja, vooral de mentaliteit rond holibi-ouderschap dan. Dus heel veel mensen zijn ook van de mening van dat een kindje niet kan opgevoed worden zonder een mama of zonder een papa. Ik heb dus echt al geprobeerd met mijn campagne om nu te laten zien dat dat wel kan. Met de juiste waarden en normen een kindje mee te geven. Dat er bijvoorbeeld ook boekjes bestaan voor als er een mama niet zou zijn. Zoals bijvoorbeeld bij een meisje de maandelijkse behoeftes. Dat weet een papa natuurlijk allemaal niet. Maar er zijn middelen waardoor ze het wel zouden weten. Dus een opvoeding door twee papa's of twee mama's is perfect mogelijk. En dat is eigenlijk wat ik de mensen wil meegeven. Dat dat ook iets doodnormaal is. Zoals gewoon een traditioneel hetero gezin. Ik vind dat een heel mooi initiatief van jou. Zou je zelf ooit een kindje willen adopteren? Adopteren niet per se. Ik ben vooral een grote voorstander van pleegzorg. Maar dat hangt ook natuurlijk af als ik later ooit een partner heb die al dan die kinderen wilt. Dat is bespreekbaar. Maar ik ben ook nog heel jong, dus ik heb nog een lange weg te gaan. Dus we zullen zien wat de toekomst brengt. Hartelijk bedankt voor dit zeer mooie interview. Nog veel succes met je campagne en natuurlijk op Mr. Gay World. Ik duim voor jou. En aan jullie bedankt voor het kijken.